ik zie uit naar wat God wil doen als wij ons hart voor hem openstellen. Ook ja, deze dag, ook dit moment, ook en de komende periode. Want soms dan moet iets gepland worden en heeft het tijd nodig om tot ontwikkeling te komen. Soms dan kan het in één moment, kan het in één aanraking, kan het in één seconde. Maar er zijn ook dingen in ons leven die soms tijd nodig hebben om te groeien, om te ontwikkelen, om te landen en om tot wasdom te komen. En nou, zoals de meesten van jullie zullen weten, ik spreek heel graag over iets waar ik zelf de afgelopen periode mee bezig ben geweest. En ik had het er vanmorgen met Obbe nog even over. En aan de ene kant is dat ontzettend spannend, hè? Want het is heel persoonlijk. Het is iets wat God met mij mee bezig is geweest. En aan de andere kant is het ook weer heel mooi, want ik heb geloofd dat hij het kan, want hij heeft het bij mij gedaan. En ik weet dat als hij dat bij mij kan, dan kan hij dat ook bij iemand anders. Dus het is niet zomaar dat ik vaak iets kies wat, nou ja, waar ik zelf mee bezig ben geweest of waar ik doorheen ben gegaan. Maar waarvan ik ook geloof dat wij als gemeente daar ook wat aan kunnen hebben. En ik ga met u eigenlijk een beetje naar het afgelopen half jaar, misschien ietsje verder terug. Want in de voorbereiding daagde God me eigenlijk uit om dit met jullie te delen. En soms dan heb je eens van die momenten dat je zo'n beetje zo'n pijn in je buik hebt, dat je echt denkt van, oh, weet u dit wel heel zeker? Zo'n moment is dat soms. En hij heeft zijn gedachten niet veranderd, dus ik stap er maar gewoon in deze dag. En hij vroeg mij om dit niet voor mezelf te houden. En afgelopen jaar heb ik de school van aanbidding gedaan. En dat heb ik wel redelijk voor mezelf gehouden, moet ik zeggen. De meeste mensen wisten niet dat ik daar mee bezig was het afgelopen jaar. Het kon nu ook, want nou ja, doordat we in de coronatijd zaten, waren er minder activiteiten bij ons in de gemeente. En dat gaf tijd en dat gaf ruimte en dat gaf gelegenheid om ook op die manier eens op andere manier dan hier als ik zangdienst sta te doen of op de oefenavonden bij ons in de gemeente met aanbidding bezig te zijn. Eigenlijk was het een verlangen die ik al heel lang had om me gewoon daarin te verdiepen. Zonder, en dat bedoel ik niet verkeerd, maar zonder een bepaalde druk. Of zonder een bepaalde verwachting. Of zonder dat het een bepaald doel misschien had. Anders dan het doel van mijn hart geven aan God en kijken wat hij daarmee wil, wat hij daarmee kan, wat hij daarmee doet. En ik was ook de enige bij ons uit de gemeente. Dat was ook wel lekker, moet ik zeggen. Niet dat ik het niemand kan aanraden, maar ik kan echt aanraden om je, als je je wil verdiepen in aanbidding, om die school van aanbidding te doen. Maar daardoor kon ik het ook zo invullen, zo ontspannen en zo vrij als dat ik graag zou willen. En ik heb nieuwe mensen leren kennen, maar ik heb God ook op een andere manier beter leren kennen. En school van aanbidding die leidt je door een heleboel onderwerpen heen die gaan over het aanbidden van God. Over de principes die daarachter zitten. En zoals als u al wat langer meeloopt, dan zult u niet verbaasd zijn dat een van de grootste, welke theorie, welke kennis, welk onderwijs je ook kunt volgen, dat in eerste plaats gaat het om ons hart. In eerste plaats gaat het om ons hart. Aanbidding gaat over ons hart. Het gaat over dat wij geschapen zijn om te aanbidden. Wist u, wij zijn geschapen met een doel. God had u en mij op het oog als een voorwerp van zijn liefde. Als een kroon op zijn schepping. En als een waardevol en mooi iets om te maken en om mee in relatie te leven. En aanbidden is dus ook intens liefhebben. Het komt vanuit je hart. Maar weet u, het is ook belangrijk dat het bijbels ook juist is. We kunnen alles uit ons hart doen, maar als wij vergeten om Gods woord te bestuderen, want God is vaak ook heel specifiek in hoe hij graag aanbeden wil worden bijvoorbeeld. Of hoe wij ons leven leiden. De Bijbel zegt ook, het is in waarheid en in geest. Of in geest en in waarheid. Dus vanuit ons hart, maar dat het ook daadwerkelijk juist is en dat het klopt. En zo tegen het einde van de school van aanbidding, dan komt er zo'n moment, en ik denk Danielle, dan komt er zo'n moment dat je met je eindproject bezig gaat. En dat eindproject is namelijk het schrijven van een eigen lied. En dat is op zich hartstikke mooi, hè? Dat je de gelegenheid krijgt om iets wat in je hart zit,
om dat op woorden te zetten, om daar iets van te maken. En het mooie is, dat hoeft niet de nieuwe Jezus-overwinnaar te zijn, maar het is iets wat in je hart zit, wat God aanbidt, wat hem waardig is. En dat is een proces op zich, want als je overal iets over maakt, wat kies je dan? Waar maak je dan een lied over? Hoe doe je dat dan? Weet je? Dus dat vraagt ook iets van onderzoek van wat zit er in mijn hart? En wat zou God nou willen zeggen? En wat zou hij graag willen ontvangen? En in die tijd werd ik heel erg bepaald bij een tekst uit Zefanja. En in Zefanja staat, je Heer God woont bij je. Hij is de held die jou bevrijdt. Hij zal van vreugde over je zingen. Uit liefde zal hij zwijgen over alles wat je verkeerd hebt gedaan. Hij zal over je juichen van blijdschap. En ik stond zo stil bij, hij zal van vreugde over je zingen. God zingt over mij. God zingt over u. Maar wat zou hij dan zingen? Wat zou hij dan tegen jouw hart, wat zou hij nou tegen jou willen zeggen? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Weet u, aanbidding gaat over wat in ons hart zit naar hem toe. Maar wat komt er vanuit zijn hart naar ons toe? En weet u, we weten dat in Gods hart hele mooie dingen zitten. En we weten dat Gods plannen, dat zijn hart, dat hij een mooie plannen heeft voor ons. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Een hoopvolle toekomst. En dan staat er ook, dan zullen jullie mij aanbidden. Jullie zullen naar mij toekomen en tot mij bidden en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden als je met heel je hart naar mij verlangt. Als jullie met heel je hart naar mij verlangt. En in mijn zoektocht naar dat schrijven van dat lied, naar onderzoeken van goh, wat zou nou uit dat eindproject moeten komen, vond ik een tekst. En die tekst is de titel van mijn lied geworden, maar het is ook de tekst van de preek van deze morgen. En die tekst komt uit Psalm 27, vers 8. En daar staat, u zegt zelf in mijn hart, verlang naar mij. En ik verlangde ook dan naar u, Heer. En ik heb vanmorgen een heleboel teksten met u. Waarom? Omdat als wij het hier hebben over het woord van God, kunnen we het beste God zelf laten spreken. Hij heeft zoveel te zeggen over ons. Hij heeft zoveel te zeggen tegen ons. En mijn woorden zijn er misschien de omkleding ervan. Maar deze morgen wil ik ook echt het woord centraal stellen. Omdat ik geloof dat hij iets te zeggen heeft tot ons. En deze morgen gaat het over verlang naar mij. En dat is best een simpele boodschap, zou je kunnen denken. Weet u, God vraagt van ons om naar hem te verlangen. God vraagt van ons om naar hem uit te zien. En ik vroeg me af, wanneer heeft u voor het laatst de stem van God in uw hart gehoord die zei, verlang naar mij. Verlang naar mij in je tijd. Verlang naar mij in je agenda. Verlang naar mij in je gezin. Verlang naar mij in je werk, verlang naar mij in je relatie, verlang naar mij in elk aspect van je leven. En we kunnen het heel gemakkelijk zingen of zeggen, en we gaan hem ook nog wel zingen, dit is mijn verlangen. Maar weet u dat we dat zo makkelijk kunnen vergeten als het leven ons beheerst? Als wij in situaties zitten waarin wij het moeilijk hebben of druk hebben. Die laatste die herken ik nog wel eens. Hè? Dan vergeten wij dat God in elk aspect van ons leven daar aanwezig wil zijn. En in relatie met ons wil wandelen. En weet u, er is een reden waarom God tegen ons zegt, tegen ons hart wil zeggen, verlang naar mij. Want als wij namelijk naar hem verlangen, dan zullen wij hem ook gaan zoeken en vinden. En zoals die tekst ook al zei, we hebben nu ook in Deuteronomium. En als jullie met heel je hart naar hem verlangen, dan zullen jullie hem weer vinden. Maar ook de tekst die wij al lazen hè, in Jeremia. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden als jullie met heel je hart naar mij verlangt. Dus er zit een koppeling tussen, als wij verlangen, dan zit er een koppeling tussen zoeken en tussen vinden.
Want weet u, als wij verlangen, dat werkt twee kanten op. En dat is echt heel mooi, want dat werkt twee kanten op. Als wij namelijk verlangen, dan gaat ons hart ook zoeken. Als jij iets kwijt bent en je wil het heel graag hebben, dan blijf je niet stilzitten en wachten tot het op je afkomt. Dan blijf je niet wachten totdat, nou, ergens zullen die sleutels wel pootjes krijgen en mij weer terugvinden. Nee, dan ga je zoeken. Of je telefoon voor de wat jongere mensen onder ons. Dan ga je zoeken. Omdat je daarnaar verlangt. Dus hetzelfde geldt als jij naar God verlangt, dan ga jij naar hem zoeken. Maar het mooie is dat als jij naar God verlangt, dan trekt dat ook de aandacht van God. En dan gaat God tot jou naderen. En dan ga je hem vinden. De Bijbel zegt ook, want de ogen van de Heer trekken over de hele aarde om krachtig bij te staan. Hen wie, van wie het hart volkomen naar hem uitgaat. Dus het werkt twee kanten op. Als wij verlangen, dan willen wij naar God toe. Maar als wij verlangen, wil God ook naar ons toe. En dat is heel mooi. Hè? Dat is de reden waarom God zegt van verlang naar mij. En wist u dat wij ook zijn verlangen zijn? Hè? Dus als wij verlangen, komt hij naar ons toe. Maar wij zijn al vanaf het begin, zijn wij zijn verlangen. Efeze zegt het ook zo mooi. Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Hij wil u. Hij wil u. Hij verlangt naar u en daarom roept hij ons op om naar hem te verlangen. God verlangt naar jou en God verlangt naar mij. God verlangt naar onze liefde. Hij verlangt naar die relatie van hart tot hart. En hij verlangt ernaar dat wij onszelf met hem delen. Zodat hij ook zichzelf met ons kan delen. En ik heb gemerkt dat als wij opnieuw gaan zien hoe groot dat verlangen is van God naar jou, naar ons, naar mij. Als wij zien hoe groot dat verlangen is, dan kan het niet anders dat dan groeit ook dat verlangen naar hem. Want weet u, echte liefde verlangt naar de ander. Om de ander te leren kennen. Om in de ander zijn nabijheid te zijn. Om connectie te maken. Om in relatie te leven. En het mooie is dat je kunt je bedenken, ja, hoe werkt dat dan? Hoe doe ik dat dan? Hoe moet dat dan? God zet altijd de eerste stap. God heeft altijd al de eerste stap gezet. Zelfs in het liefhebben. De Bijbel zegt in 1 Johannes 4 vers 19, wij hebben lief. Waarom? Omdat God ons eerst heeft lief gehad. Eerst hem. Het komt vanuit hem, zijn uitgestoken hand. En weet u, de Bijbel is een uitgestoken hand van God. De Bijbel is één getuigenis van dat God zijn hand uitstrekt naar de mens die fouten maakt, die afdwaalt, die weer wegloopt. En waarvan God naar verlangt van kom weer naar mij, verlang naar mij, zoek mij, vind mij. En elke keer opnieuw dan sta ik verbaasd met dat God opnieuw barmhartig en genadig is en zegt van ik zet die stap naar jou toe. Want hij weet wie wij zijn en hij kent ons en hij weet dat, hoe wij zijn. En dat wij het nodig hebben om ook soms aangemoedigd te worden om naar hem toe te komen. En het begint al vanaf Genesis. Wanneer Adam en Eva in zonde vallen, het eerste wat God zegt, Adam, waar ben je? God zoekt Adam. God zoekt jou. God zoekt mij. En als je je daar bewust van wordt, van die toenadering van God, dan ga je ineens dingen zien waarvan je denkt, oh, stond dat altijd al in de Bijbel? Dan vallen je ineens dingen op waarvan je denkt van, hoe bijzonder, hoe ingenieus is Gods woord, hoe geleid door de Heilige Geest is zijn woord. Dat in al die kleine dingen, dat bij elkaar komt en dat laat zien dat God toenadering zoekt tot ons. En ik ben een serie aan het lezen over de tabernakel van Mozes en van David en in de tempel van Salomo. En het mooie is dat zelfs daarin zie je de toenadering van God. En ik weet niet of u de tabernakel kent. Ik probeer een beetje er langs te gaan. En de tabernakel van Mozes in die tijd werd opgebouwd. En dat was een manier om in een tijd dat toen Jezus nog niet geweest was om te komen bij God.
om te komen in Gods tegenwoordigheid. En wat gebeurde er? Eigenlijk om bij God te komen, was daar de weg vanuit dat voorhof naar het brandofferaltaar. Daar waar de offers gebracht werden, daar waar, waar eigenlijk de zonde beleden werd. Lukt dat? Naar het wasvat, waar de reiniging was en heiliging was. Het woord is ook een wasvat voor ons. Willen wij in de nabijheid van God komen, is het woord van God zo belangrijk. Is ons reinigen en heiligen naar het heilige, waarin de kandelaar stond en de toonbrood en het reukofferaltaar. Naar het heilige der heiligen. Daar waar de ark van het verbond stond, daar waar de heerlijkheid van God was. Maar als je leest, dat is de manier waarop de mens naar God toe kwam. Maar als je de Bijbel leest vanaf Exodus 25 tot 31 en als je de korte samenvatting wil lezen, Exodus 40. Weet je wat je dan ziet in de instructies? De instructies die God aan Mozes geeft, begint bij de ark. Begint bij de ark, bij het heilige der heiligen. Om vervolgens naar het heilige te gaan. En dan naar de voorhof. Zelfs vanaf daar zegt God, ik kom naar jullie toe. Ik doe een handreiking naar jullie toe. Want ik weet dat de enige weg van de mens naar God is door offers. Is door bloed. Is door een leven te geven. Maar ik maak die weg. Ik maak die weg van het heilige, der heiligen, naar het heilige, naar de voorhof. Vanaf al die kleine dingen zie je dat God zijn toenadering zoekt naar u en naar mij. God maakte toen al een weg naar hem toe voor ons om daar te komen. En wat ik al zei, de offers die daar gebracht werden, waren offers van dieren. Was het bloed van dieren wat nooit voldoende kon zijn om in een langdurige, om in een innige, om in een intieme, om in een sterke, liefdevolle relatie met God te leven. Want het kon bedekken, maar het kon niet uitwissen. Maar God wist dat er een leven gegeven moest worden. Er moest bloed vloeien om bij God te komen. En de enige manier voor ons om bij God te komen, was omdat God bij ons kwam. Hij kwam bij ons. De enige die mensen bij God kan brengen, is de mens Jezus Christus. De ultieme handreiking van God naar ons was door zelf naar deze wereld te komen. Door de geboorte van Jezus. Want al zo lief, kennen de tekst, want al zo lief had God de wereld dat hij zijn zoon gegeven heeft. Hij gaf zijn zoon, hij gaf de ultieme handreiking naar ons om in relatie met hem te leven. God heeft ons zijn onvoorwaardelijke liefde en verlangen naar ons laten zien door zijn zoon te geven. En Jezus heeft laten zien dat hij van ons houdt en er ons verlangt door de weg van het lijden en het sterven te gaan. Het offer van Jezus aan het kruis is de diepste daad van die liefde. Jezus' liefde voor de mensheid is zo groot dat hij bereid was om zijn aardse lichaam op te offeren en om zich voor ons te winnen. En weet u, dat was op een moment dat de mensen niet op hem zaten te wachten. Dat was niet een moment dat de mensen erkenden van, en nu kan ik weer bij God leven. Het was een moment dat de mensen hem verwierpen en zeiden, kruisig hem, kruisig hem. Een offer die bijna zinloos voelt, omdat alles en iedereen die daarvoor stond, zei van, dit hoeven we niet. We willen nu niet. De mens naar wie God zo verlangde, de reden voor het offer, riep, we hoeven u niet. We willen u niet. Maar weet u, in zijn liefde blijft hij wegen zoeken om ons voor zich te winnen. Weet u, zijn naam betekent zelfs Immanuel. God is met ons. God is bij ons. En weet u, God komt naar ons toe. God komt naar u en naar mij toe. En hij daalde af. Hij daalde af naar onze aarde. Naar hier. Want waarom?
Voor ons was er geen enkele mogelijkheid om die weg op te gaan. Er was alleen een weg naar beneden. Er was alleen een weg omlaag. Er was alleen een diepe en zware en moeilijke en lijdensweg die maakte dat het mogelijk was voor ons om weer bij hem te komen. Wij zouden nooit in staat zijn geweest om zelf tot God te komen. De enige manier om bij God te komen was doordat Jezus bereid was om naar beneden te komen. Om naar deze wereld te komen. Om te laten zien wie God is. Om te worden zoals wij. En hij werd dus een kwetsbaar mens, zoals wij. Hij daalde af. En weet u, wij vergeten vaak hoe groot het gat is tussen ons en God, omdat hij in dat gat gesprongen is. Omdat wij nu Jezus mogen kennen, vergeten wij vaak hoe groot eigenlijk die afdaling geweest is. Want wij mogen in relatie met hem leven. Maar er staat in de Bijbel dat hij die de gestalte van God had, ik ga mee verder, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. God heeft zoveel voor ons over gehad, omdat hij zo naar ons verlangt. Om ons uiteindelijk in zijn koninkrijk te kunnen opnemen. Om ons in zijn nabijheid te kunnen hebben. Om zichzelf met ons te delen, heeft hij zichzelf gegeven. En dat is iets om nooit vanzelfsprekend te nemen. Dat is iets om te koesteren, omdat het iets is wat uniek is. Dat is iets, Allah is niet naar beneden gekomen. Mohammed heeft zichzelf niet geofferd. Jezus heeft dat gedaan voor ons. Dat is uniek. Dat is uniek. En wij vergeten vaak hoe bijzonder dat eigenlijk is. En weet u, dat is niet voor een emotioneel moment. Maar het is voor een openbaring. Weet u, wij hebben vaak in ons leven niet zozeer een emotioneel moment nodig. Want die veranderen ons niet altijd. Het kan erbij horen, maar het gaat om de openbaring van Jezus. Want die openbaring verandert ons. Die ontmoeting met hem verandert ons. Die doet iets in ons hart en die steekt dat vuur aan om ook naar hem te verlangen. En als je God dan tegen jouw hart zegt, verlang naar mij, dan doet dat iets. Dan gebeurt er iets in jouw leven en dat maakt dat jij wil gaan reageren. Met een openbaring van Jezus, zijn oneindige liefde voor ons, dat kan een verlangen in ons bewerken. Die maakt dat wij er ook alles voor over hebben om hem te zoeken en om hem te vinden. Weet u dat Jezus die openbaring had van u? Van ons? En dat gaf hem de kracht om niet op te geven. En om alles te geven voor die vreugde, om ons te zoeken en te vinden. Toen hij aan het kruis hing, dacht hij niet aan de mensen die zeiden kruisig hem in die zin. Hij dacht aan de vreugde en aan de overwinning die voor hem lag. Weet u, en ik ben die vreugde. En jij bent die vreugde. Niet dat alles wat wij doen hem blij maakt. En wij zijn niet in onze daden, is het niet altijd zo dat wij hem vreugde geven. Maar om wie wij zijn, zijn kinderen. Het was zijn wil en verlangen dat wij in Jezus Christus zijn kinderen zouden worden. En je kunt je voorstellen, hè, dat die vreugde is iets bijzonders. Maar het is dus niet afhankelijk van onze daden. Je kunt je voorstellen, ik ben ontzettend veel liever dan Christian. Dat is, hè? En ik bedoel, Christian is een makkelijk voorbeeld. Maar ik dacht, ja, Reinder kan ik ook niet kiezen, want dat is ook zo'n schatje. Dus ja, nou ja, dan heb je maar te doen met een leidend voorwerp. Maar het punt is, wij zijn allebei geliefd door onze ouders. De een heeft misschien wat meer geduld gevraagd en genade gevraagd. Maar we zijn beide geliefd. Omdat wij hun kinderen zijn. Niet om wat we gedaan hebben, maar omdat we hun kinderen zijn. En weet u, bij God hebben we allemaal zijn geduld en genade nodig. God maakt daar geen onderscheid in. Zonde is zonde en hij is heilig. We hebben allemaal dat geduld en genade van God nodig. Maar wij zijn zijn kinderen en hij wil dat ons geven. En in verlang naar mij spreekt God uit dat hij naar jou uitziet. En nog steeds elke dag opnieuw. En misschien vraagt God wel eens aan u,
Waar ben je? Net als dat hij aan Adam vroeg, omdat wij willen wegvluchten uit onze schaamte of uit onze schuld. Dan geloof ik dat God zegt, waar ben je? Dat de Heilige Geest tot ons hart spreekt en zegt, ja, ik moet mij onthullen. Ik moet laten zien waar ik zit, ik moet erkennen ook wat ik gedaan heb. Maar dan is daar de armen van de Vader. En ik vond het zo mooi, de afgelopen periode heeft God gesproken tot de gemeente. En hebben we het gehad over het verhaal van de twee verloren zonen. Maar weet u wat daar staat? Toen hij nog ver weg was, zag zijn vader hem aankomen. God ziet u. Ook al ben je misschien ver weg. God ziet je aankomen. Terwijl wij nog zondaars waren. Terwijl wij nog zondaars waren, heeft hij voor ons overgehad wat hij gedaan heeft. Hij heeft alles gedaan en nu is het aan ons. En deze morgen, ik weet niet hoe u hier zit, maar er is één ding wat ik met zekerheid kan zeggen. Niemand van ons is ongewenst. U bent gewild, u bent gewenst. Er is een verlangen van iemand naar u. En misschien heeft u dat gemist in deze wereld. Misschien heeft u dat gemist in uw leven. De Bijbel spreekt er ook over, hè? Al verlaten mijn vader en moeder mij, de Heer neemt mij liefdevol aan. Ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift. U bent geliefd. U bent gewenst. U bent een verlangen. En ik hoop dat wanneer we dat zullen gaan ontdekken, dat dat zaadje gaat groeien, zodat wij ook naar hem gaan verlangen. Hij werd afgewezen, zodat wij konden worden aanvaard. En vanmorgen is een uitnodiging. Niet van mij, niet van een kerk, maar van God zelf, die tegen jou zegt, verlang naar mij. En weet u, toen ik dat lied ging schrijven, dacht ik van, hey, weet je, ik maak iets voor de gemeente. Of ik maak een aanbiddingslied van mij naar God. Maar weet u wat ik ontving? Ik ontving een lied van de Vader voor mij. En hoewel heel spannend, en helemaal aangezien de pianist vervangen is vanmorgen, geloof ik dat God dit ook tegen u wil zeggen. Geloof ik dat er een verlangen is in Gods hart om heel dicht bij jou te zijn. En wij proberen het vaak nog zoveel zelf. Ik probeer het vaak nog zoveel zelf. Dat ik uit eigen kracht probeer het goede te doen. Of dat ik eigenlijk door de drukte of door de omstandigheden van dit leven bezig ben. En vergeet dat God heel dichtbij wil zijn. En ik wil u meenemen naar die woorden. Ik wil u meenemen naar dat lied. Omdat ik geloof dat God dat deze morgen tegen u wil zeggen. En dat lied, dat zal dus zonder muziek zijn. Maar ik hoop dat u het hart van God voor u proeft. En dat Jezus jou mag bedienen deze morgen. Wees niet trots als Petrus, maar laat je voeten wassen door de Heer Jezus deze morgen. Verlang naar mij, zoek mijn aangezicht en kom dichtbij. Blijf niet van een afstand staan, maar kom bij mij. Verlang naar mij, zoek mijn aangezicht en kom dichtbij. Blijf niet van een afstand staan, maar kom bij mij. Dicht bij mij mag je zijn. Dicht bij mij mag je zijn. Ik roep je naam, met open armen sta ik voor je klaar. Zet je twijfel nu opzij en kom bij mij. Dicht bij
Dicht bij mij mag je zijn. Ik ken je vragen. Ik ken je strijd. Ik ben je vader, dus kom bij mij. Ik hoor mijn naam, met open armen zie ik u voor me staan. Ik zet mijn twijfel nu opzij en kom dichtbij. En weet u, God wil dat we dicht bij hem zullen zijn. God roept naar jou in zijn verlangen om in relatie met jou en met mij te leven. En dat is iets wat we misschien van onszelf niet kunnen. Dat is iets wat we van onszelf niet kunnen. Vandaar die weg. Maar de Geest zorgt dat wij het willen en dat wij het ook kunnen doen. En weet u, God wil dat in ons bewerken. En weet u, wij veranderen als mens vaak door twee dingen. Door pijn of plezier. En soms denken we in ons leven, hoe komt het nou dat wij dit mee moeten maken? Hoe komt het nou dat wij hierin terecht zijn gekomen? Het kan zijn dat God dat wil gebruiken, die situatie wil gebruiken, om het verlangen opnieuw naar hem te richten. Zoals het ook was bijvoorbeeld bij de Israëlieten. Die zeiden, wanneer u dit overkomt, door de nood gedreven, zul je naar God terugkeren. Maar ik bid. Ik bid dat wij zullen gaan veranderen vanuit de vreugde. Vanuit het plezier, vanuit het verlangen die wij hebben naar God. Vanuit de vreugde die voor ons ligt. De prijs die voor ons ligt, de hemel. Maar ook op deze aarde mogen wij ervaren een sterke en liefdevolle relatie met God. En als jij meer wil verlangen van God, zijn er gewoon een paar hele simpele dingen om te doen. Alleen het is wel belangrijk dat we het doen. En dat is in eerste plaats, is om in Gods woord te lezen. En als je zoekt naar dat verlangen, lees de psalmen. Die zegt, als een hert, dat verlangt naar water. Heer, zo verlangt mijn ziel naar u. Daar zit een verlangen in, een urgentie, een noodzaak om dicht bij God te zijn. Als een droog en dorstig land, Heer, zoek ik naar uw aangezicht. Maar weet u wat ook dat verlangen naar God omhoog werkt, omhoog doet groeien? Is door met elkaar te spreken over God. Door te getuigen van de grote daden die God in uw leven gedaan heeft. Maar door ook zelf uit te delen van wat God gedaan heeft in uw leven. Waarom? Omdat wij als wij terugkijken naar wat hij gedaan heeft. Al gaan wij terug, al denk je, nou, ik heb niks in dit leven. Al gaan we terug naar het kruis van Golgotha. Want dat heeft hij voor jou gedaan. Dat alleen al is ons getuigenis. Die hoop en die verwachting is ons getuigenis. Laten we erover spreken. Spreek je geloof. Reinig jezelf. En tot slot kom samen. En we hebben het al vaker gehoord. Maar wanneer wij samenkomen, kan dat vuur kan gaan branden. Alleen dooft dat vuur uit. Alleen is het moeilijk om vol te houden, om brandend te blijven. Als je een stok uit het vuur haalt, dan zal uiteindelijk zal het vuur blijven branden, maar de stok zal opbranden. Maar als je de stok weer teruglegt in het vuur, dan zal dat weer het vuur aanwakkeren. Dan zal dat weer gaan gloeien, dan zal dat weer gaan groeien. Daarom is het belangrijk dat wij samenkomen. Daarom is het belangrijk dat u hier bent deze morgen, omdat ik geloof dat God tegen jou wil zeggen, verlang naar mij. En misschien ken jij Jezus nog niet. Misschien ben jij hier voor het eerst, of misschien kom je hier al heel lang. Maar dat verlangen naar God, dat verlangen naar wie hij is, dat verlangen naar hem in je leven, dat ontbreekt. Dat mist. Het zit wel in je hoofd,
Je weet misschien een heleboel, maar zit het ook in je hart? Zegt God tegen jouw hart van tijd tot tijd, verlang naar mij. En wat doe jij daar dan mee? En deze morgen wil ik afsluiten straks in gebed. En ik bid dat Hij in ons hart een verlangen naar Hem zal leggen. Want dan kunnen en zullen wij leven zoals Hij dat wil. Ik wil bidden en de muziek naar voren vragen. Ja, Vader in de hemel, Heer, u zegt tegen ons, verlang naar mij. U zegt tegen ons, ik wil dicht bij je zijn. Ik wil dicht bij je zijn. Ik wil in elk aspect van je leven wil ik een rol spelen. Ik wil niet dat je door dit leven alleen heen gaat. Ik wil niet dat je door dit leven ongewenst gaat. Ik wil niet dat je het alleen probeert, want ik heb mijn leven voor jou gegeven. Ik verlang naar jou. Ik verlang naar jouw hart. Ik verlang naar jouw liefde. Ik verlang naar jouw vragen. Ik verlang naar jouw zorgen. Ik verlang naar jouw strijd. Waarom? Omdat wanneer jij dat deelt met mij, dan hoef je het niet meer alleen te doen. En dan zal ik voor jou gaan zorgen. Dan zal ik voor jou gaan strijden. Dan zal ik jou gaan liefhebben. Heer, want u kunt ons liefhebben zoals geen ander ons lief heeft gehad, Heer. Heer, want u hebt alles gegeven. Heer, u heeft uw leven voor ons gegeven. Heer, toen u stierf aan het kruis en riep, het is volbracht. Was dat omdat u in dat gat gesprongen bent. In dat donkere, diepe, duistere gat wat maakte dat wij nooit bij u konden komen. Heer, u bent daarin gesprongen. Heer, u heeft alles afgelegd en heeft gezegd, maak het dat u bij mij kunt komen. En op dit moment, als jij God nog niet kent, als jij zegt van dat verlangen wil ik wel, dan wil ik je vragen om gewoon je hand op te steken. En dan zullen we na de dienst zullen we gewoon met je bidden en met je spreken. Omdat ik geloof dat deze morgen God een uitnodiging wil doen. Een uitnodiging van verlangen naar ons. Als jij hier bent en je zegt ik mis dat verlangen, steek dan je hand op, zodat we na de dienst voor je kunnen bidden. Zodat we je bij Jezus kunnen brengen. Zodat die nadering tot hem kan komen.